mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabijtja gaat niet op de foto staan. Hè. Wat een machtsontplooiing. En Stibar is de pijpwaard. En komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet dan nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Delirium. Dat Van Avermaet. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani hier of is het Van Avermaet of Viviani? Het is Van Avermaet aan. En Olympisch goud. Niemand anders. Olympisch goud voor de weg Van Avermaet. Voilà. Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op 1. Tom Boonen is wereldkampioen. Dag beste luisteraars. We zijn terug met een nieuwe aflevering van Wielerpodcast De Koffiestop. Onze gast van vandaag kwam door zijn sterke prestaties bij de jeugd al op zijn 19 jaar onder de vleugels van Patrick Lefevre terecht. Als luxeknecht hielp jij kopmannen zoals Tom Boonen, Mark Cavendish en Greg Van Avermaet. Luxeknecht, omdat jij ook zelf de finales reed. Zo won hij onder meer de driedaagse de Pannenkoekzijde, een rit in de Eneco Tour, Le Samijn en de Antwerp Port Classic. De dag van vandaag is jij wegkapitein bij Bingo Wallonie-Bruxelles. Zijn aanvalslust etaleerde hij dit jaar al in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Welkom, Guillaume van Kersbulk. Ja, merci. Guillaume, hoe gaat het? Vandaag nog getraind of wat rust ingebouwd? Vandaag heb ik rust aangenomen. Ik heb gisteren ook nog gekoerst in dezelfde prijs. Ja. Voor mij was dat meer een koers op het gemak. Gewoon meer rijden, wat kilometers doen voor zondag eigenlijk. Beensnelheid, dus dat was wel ideaal. Beetje dezelfde tactiek als Van der Poel eigenlijk. De Scheldeprijs nog gebruiken om goed te zijn voor zondag. Ja, ik was met Mathieu ook aan het babbelen tijdens de koers. En hij zegt, voorbije jaren heeft hij dat nooit gedaan, eigenlijk de Scheldeprijs. En hij zei ook, ja, ik miste dat wel na de ronde, wat beensnelheid. En het is niet daarmee dat ik het ook gedaan heb. Ik heb dat al ieder jaar gedaan. En normaal is het wel een vrij plezante wedstrijd, omdat daar op wires kunnen zijn en veel op de kant. Maar dit jaar stond er geen wind, stond gewoon wind tegen naar Schoten. Dus dat was een vrij chille koers. Wel een beetje saai, denk ik, ook voor het publiek. Ja. Voor te kijken op tv en al, het gebeurde niet. Het was een ontsnapping. En, het was inderdaad niet veel aan te zien tot de laatste paar kilometers. Ja, dat. Dan een saaie koers van te kijken, denk ik, een beetje. Uw neef natuurlijk, Cyril de Sal, zat wel in de vroege vlucht. Dus die is wel mooi in beeld gekomen, ook ploeggenoot van jullie. Maar het was dan inderdaad de klassieke sprint. Hè. Ik weet niet, hoe was het voor de ploeg? Hadden jullie een plan voor de sprint nog te gaan? Of? We hadden daar eigenlijk twee sprinters, Salbi en Patrick Loek. Maar het was wel moeilijk voor die man ook voor te placeren. Ja, het was redelijk hectisch, omdat het was een lastige koers. Iedereen een hele dag kon chillen eigenlijk in het wiel. En je weet dan, met zo'n parcours dat te gemakkelijk is, is het levensgevaarlijk in die plaatselijke ronde en al sinds in de finale. Dus ik denk dat die man ook wel een beetje de schrik had voor eigenlijk echt te vechten tegen die grote ploegen die een perfecte lead-out trein hebben. Dus als je er alleen in zit, is dat wel moeilijk natuurlijk. En voor u persoonlijk, want het is toch al een lang voorjaar geweest. Hè? Voor u, je hebt toch al heel veel gereden. Voelt u nog goed? Voelt u nog fris? Ja, voor mij, ik kom ook altijd beter met veel te koersen. Het is misschien omdat ik soms iets te weinig tussenin train. Maar nu is dat eigenlijk wel ideaal, al die grote koersen en... ik doe gewoon de grote koers en tussenin losrijden en af en toe wel nog een keer een brommertraining met John, de trainer van de ploeg ook. Dat was ook mijn trainer vroeger, eigenlijk in mijn beste jaar met Quickstep. Ik heb met hem eigenlijk al die grote koersen gewonnen. En ik deed dat eigenlijk ook vroeger al, die brommertraining. En ik voel me daar ook wel goed bij. Ik ben ook content dat ik weer met hem samenwerk. Het is soms, voor sommige renners is het een beetje moeilijk, omdat hij ook wel zware training heeft. Maar ik neem dat soms wel een beetje met een korrel zout. En ik denk dat dat wel het verschil is met de andere renners die het echt perfect volgen. Dat is soms Je geeft af en toe wat tegen als... Ik doe nog graag ook. Ik heb mijn eigen gedacht. Ja, ik ben ook nu... hoe lang ben ik nu prof? 13 jaar zeker bijna. Dus ik weet ongeveer al hoe dat allemaal moet doen voor goed te zijn. Ja, ik heb gewoon koerskilometers nodig en zware koersen voor te verbeteren.
Was het er nu eigenlijk dan nog tussen de ronde en Roubaix, heb je gezegd, losgereden dan nu tot gisteren gekoerst? Was het er dan de komende dagen nog op het programma? Gewoon rustig toeleven naar Roubaix? Of? Normaal, morgen moest ik eigenlijk 3 uur doen, maar met dat weer. Ja, normaal heeft ze morgen ook een beetje slecht weer. Ik hoop dat het eigenlijk meevalt, maar ik heb geen zin voor 3 uur op mijn rol trainen. Het weer maximaal op de rol, dat lukt me nog, maar langer lukt me niet. Ook, ja, het is ook, echt al, ja, het is ook lang en ook heel de tijd op dezelfde positie staat. Ik kan wel een keer recht staan, maar het is niet dat je achter een bocht optrekt of ik er mijn zitvlak bij net zeer te doen. Eigenlijk. Zeker kletsnat van het zweet ook als je op de rol zit. Ja, ik kreeg hier beneden op mijn rol altijd voor de computer. En, het is wel zweet natuurlijk. Hè. En staat er nog een verkenning van Roubaix op het programma? Of, nu niet. We hebben dat een paar weken geleden. Ja, het is ondertussen een klein maandje geleden zeker dat gedaan. Dus toen was het ook wel vrij weeromstandigheden. Ja. Ja, het lag nat eigenlijk. In het begin was het nog aan het trainen. Maar aan het einde toe lag het wel droger. Ja, juist een paar stromen lagen echt wel vet. Hè. Dat is goed, denk ik, dat we dat ook hebben gedaan in natte conditie. Want kijk, ik altijd al Roubaix gereden in droge. Dat ene jaar dat super nat was, heb ik niet gedaan. Omdat ik dan eigenlijk in de Contiploeg zat bij Alpecin. Ja. En dan mocht het niet rijden. Maar ja, je weet nooit. Ja, het zondag een keer toch regent. Of zaterdag aan nacht. En het lijkt niet veel plassen. Ja. Het is ook keer goed dat je er een keer in de nat hebt gereden. Net even voor de banddruk. Normaal gezien gaat het wel droog liggen. Dus het is ook dat er geen heid meer loopt op het bos van Ballers. Als wij daar passeren op verkenning. Ik was ook mee, maar ik had Prijs-Roubaix niet rijden. Liep in de geiten nog het gras af te bijten tussen de kasseien. Dat was wel een schoon gezicht. En zou je liever een droge Roubaix hebben? Of heb je het ook sympathie voor een natte Roubaix? Ja, toch liever een droge. Want ik heb nu ook gezien met de ronde. De kasseien lagen ook redelijk nat. Like, de Quaremon, de eerste keer dat we erop kwamen. Ja, slik, hè? Het was niet normaal. En slieren en doen erop. Dus ik heb toch liever een droge kassee. Het is al lastig genoeg. Ja, en ook qua hectisch gedoe en zo. En valpartijen, als het nat is, lijkt me dat nog wel wat. Ja, het nat is de ramp. Hè. Ik ga nu in de nek ook de nek erin. Al de kasseistroken waren droog. Juist de laatste kasseistrook niet. En dat was daar. Ja vallen. Een valpartij, die twee motards tegen de rond. Al die coureurs aan het tegen rond. Ja, je ziet om een keer. En ook als je een banddruk er niet echt aan geregeld staat. Dat is ook. Ja, met een te harde band op natte kasseien, dat is leren. We hebben het gisteren ook nog aangehaald, die natte Roubaix, als Moscon daar valt. En dat is ook wel. Ik denk dat er cyclocrossen zijn die daar proper erbij liggen dan die editie. Hij herkent de trui niet meer als de piste opdraaien, dus een dure. Ja. Maar we mogen nu wel verwachten de vroege vlucht weer, zondag. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Want ik zag nu met de Ronde van Vlaanderen, het me echt enorm veel kracht gekost voor uiteindelijk mee te zijn. Het was maar achter, we kost 85 tot 90 kilometer zeker, dat we pas weg waren. Dus ik had gedacht dat dat in de Alter ging gebeuren rond de 30 kilometer, terwijl dat super smal. Ik dacht, met die smalle baan, peloton zet de baan af en we zijn weg. Maar het was uiteindelijk bijna 70 kilometer verder, tegen dat we echt heftig weg waren. En, als ik dezelfde kracht ga verspeel like, in de ronde en ik doe dat in de Roubaix, denk dat het probleem is dan dat je niet meer frisse noest zit toe, ook naar de kassein toe en ook in de finale dat je wat tekort kwam. Ik had dat nu juist hetzelfde in de ronde ook, de laatste keer Quaremon. Ja. Ik zat in die groep die voor de 15e plaats reed of zo zeker. En ik voelde echt dat mijn benen aan het vollopen waren. Mm. Moest ik ietsje mindere kracht gaan verspelen en één keer gesprongen en de juiste vlucht. Ja, scheelt dat nog. Hè? Kan ik misschien lastig Quaremon overleven en ik misschien een top 20 in de ronde. Dat zijn zo van die kleine, kleine detailtjes die wel meespelen natuurlijk. Maar het viel wel op dat je inderdaad een van de meest attractieve coureurs werd in het begin van de koers. Echt de eerste 100 kilometer constant top 20 eigenlijk. Hè? Ja. Constant gereed om mee te springen. Ik wou eigenlijk echt meezien, want bij Bingle dat is een kleinere ploeg. En het is niet zo gemakkelijk naar de Berskes toe, waar je naar de Quaremon eerst gereed. Ja, het is vechend tegen die grote ploegen. Hè. Dus ertoe, we zitten met een vrij jonge ploeg. Ja, veel van die jonge gasten hebben nog niet veel ervaring ook van die grote klassiekers te rijden. En, gelijk Luca van Boven. Het is zijn eerste ronde. Dus je moet altijd nog een beetje ervaring opdoen natuurlijk. Het is een gevecht naar de Berskes en naar de strook. Hè. Dus
ja, voor die jonge gasten dan een beetje leren. En tegen die grote ploegen is soms moeilijker. Ja, daar heb je in ploegverband, zo gezegd. En winder zitten dat soms, ja, een beetje apart ertussen te sukkelen en te doen. Dus ja, dat is al, ja, je komt al iets kapotter aan dan aan de berstjes. Dus het is daarmee dat ik eigenlijk koos dan voor de vroege vlucht, voor eigenlijk op mijn gemak weg te zijn. Ja, het was niet echt gemak. Maar één keer dat je weg zit, kan je overal op de mak beginnen, wil ik zeggen, aan de berstjes. Dus dat scheelde wel. Waar zijn die 10 man bij u gekomen eigenlijk? Juist boven op Bertenhouten. Op die loper naar de Ruttebanen toe. En wel een lastig stuk daar. Ja, dat. Ja. En toen de Canarieber was dat blok eigenlijk naar boven. Was is dat eigenlijk de eerste keer dat je zo in die rol vervult? Dat je niet echt nog een kopman hebt, of dat je eigenlijk zelf een beetje kunt kiezen hoe je de koers gaat aanpakken? Ja, het is wel de eerste keer. Wel. Ik heb in het verleden ook wel een paar keer kopman kunnen zijn. Ik bekiest heb zo de kleinere koersen. Semi-klassiekers. Toen de semi-klassiekers mocht ik soms wel mijn eigen ding doen. Maar nooit echt volledig kopman, zoals gezegd. En alleen nu bij bingo. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Ik had gedacht dat dat iets gemakkelijker ging gaan. Maar het is ook basic door de voorbije jaren altijd moeten werken voor een kopman. En op een duur, je moet weer anders leren koersen. Hè. Je moet weer met de kop koersen en niet meer... anders week ik gewoon door de wind naar voren met mijn kopman. En machtig kijk dat hij hem overal niet te veel kracht moest verspelen. Voordat hij aan de berstjes kwam of zo. Maar nu moet ik meer pezen en me een beetje wegsteken en de ploegmaats proberen volgen. Dus, het is gelijk inderdaad een andere manier van koersen. Het is gelijk dat gaan... nog niet bij stilgestaan, maar het is wat je zegt, klopt wel. Als je lang gewoon bent, is ook een soort inspanning van meer één constant tempo naar voren uit de wind zetten. En je moet er meer gaan denken, zo weinig mogelijk wind vangen. Ja, tot op het punt dat je moet vertrekken dan. Ja, dat is niet zo simpel. Nu. Maar zondag reed je wel weg met een mooie groep. Hè? Met Lieren, met Roets. Waren jij jezelf een van de sterkere mannen in de vlucht? Of? Ik heb een boel doen scheuren richting Zilte. Ik heb eigenlijk gewoon een blok gedraaid op de grote baan. Ik zat toevallig in de eerste. En ik heb gewoon de kraan opengetrokken en het zaten er eigenlijk nog twee in mijn wiel. Die een Hollander van Jayco, ben nu even... Reinders. Ja, Reinders. En dan die gast van Q36,5 zat in het wiel. Ja, dus eigenlijk, ze waren... ik snap ook niet hoe dat moet spreken. Dat waren eigenlijk met drie wel weg. Toen het de buis nog naar richting Kruis-Oudhem naar ons sprong. Dat waren eigenlijk... En toen nog die Hollander van Trek ook. Dan Hoedan, ja. No, groot, nee. Toen waren we eigenlijk met 5 man zeker. Mm-hmm. En dan zijn die andere 3 er nog bijgekomen achter die kasseistrook dat ook gedaan. Juist op Huizenbondweg, ja. Daar. Merlier en Roets, Merlier. Maar Merlier vond het niet zo plezant dat hij mee was. Was het niet de bedoeling? Of? Nee. Maar ze moesten mij wel helpen controleren van Quickstep, maar eigenlijk was het de bedoeling dat de Klerk ging mee zijn. Maar Melier, al een paar keer zei, godver, ik zit in die gerne. Maar ik zei, kun je niet beter zitten eigenlijk. Ja, vooral... en ik kan me toch inbeelden dat hij als Belgisch kampioen toch meest werd aangemoedigd van de kopgroep. Ja, toch redelijk veel. Ja, met iedereen, die trui. Iedereen kent hem wel, met zijn trui. En ook voor Tim Merlier leek me dat ook geen slechte tactiek, toch? Ik denk dat het beste was. Het was ook zijn eerste ronde van Vlaanderen dat hij reed. En ik denk dat voor hem zelf eigenlijk niet slecht was, zodat hij mee was. Ja. Want als hij echt begint te koersen, het is al, Tim is niet echt type voor Ronde van Vlaanderen type eigenlijk. Je hebt die korte kaskers mee, dat is echt sprinters type. Ja, like een Gent Wevelgem, dat ligt hem wel nog. Maar echt Ronde van Vlaanderen, pees dat iets te zwaar is voor hem. Je bent uiteindelijk denk ik ongeveer 2-3 plekken verschil met Merlier gefinished zeker? Of? Ja, juist voor mij nog samen met Ballerini trok de sprint dan. En Teun is nog juist voor mij ook zeker. Ik zag je door beeld komen als die fiets van Ballerini er vloog. Ik ging juist van kop en ze passeerden rechts eigenlijk. Tot op 500 meter waren we nog aan het ronddraaien. En ik ging juist van kop en Ballerini met Melier passeert. Maar ik dacht dat Ballerini niet gepijs zijn dat Teun in dat wiel zat van Melier. Als je hem zag, hoe dicht dat hij kwam en je ging dan over kop. Ik was uiteindelijk content dat ik niet in het wiel zat van Teun, of anders lag ik er ook nog over. Ja. Dat kost niet wedstrijd op dat moment.
dat was het minder plezant geweest van de Ronde van Vlaanderen. Ja, tot dat, En Ballerini was al een keer gevallen ook. Ja, dat was ook niet Merck zeker. Ja, dat was ook niet echt proper gedaan. Weet je, die, die beelden die passeren van Laurens Rex. Juist voor Nekkenberg was dat eigenlijk. Links indraaien. Maar uw vroege vlucht van, in de ronde heeft natuurlijk nog een mooie bonus opgeleverd, hè, bij Live Slow, Ride Fast. Hij werd er net geleverd, eigenlijk. Ja, dat is juist geleverd. Ja, ik moest dat hier gisteren een keer bekijken op een site. Maar ik had dat toevallig gehoord, eigenlijk. Was André mee getagd in een post op Instagram. En ja, ik had dat gehoord, ja, dat ze zijn, ja, dat ze op de Molenberg een prijs ging leggen. Voor de eerste niet op de Molenberg kwam. En eerst zei ze, ja, we gaan 1000 euro geven. En dan zei ze, ja, nee, we pakken 2000 euro. Ja. Maar ik kan nooit over... Ik kan niet meer... Ik kan zitten pezen aan dat geld. Ik kan nooit zitten denken dat... Dat kleren waren, dat shop te goed was. Dat shop te goed was, ja. En ik, ja, ik zag dat er niemand like, wist in die koproep. En ik draaide eerst op de... De Molenberg, ik zei, ik wou gewoon blijven rijden, dat er iemand over mij komt. En achter de koers stuurde mijn vriendin, ja, het is wel shop te goed, maar eigenlijk is het wel plezant. Ja. Dus, en dan nog voor fietskledij. Ja, fietskledij. Ja, ik mag er jammer genoeg zelf niet meer rijden, maar ja, ik zal dat wel aan familie en vrienden... En wist achteraf dan andere mannen van de kopgroep dat er iets te verdienen viel? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er niemand van gehoord. Het was niet gelijk Van Aert en zijn badkamer te goed daar van boven op een TGM. Nee. Ja, nee, maar het was ook enkel voor Belgen en Nederlanders. Ja, ze hadden in de podcast eigenlijk aangekondigd van we gaan hem leggen, maar we gaan hem niet aan iemand geven die toevallig is. Dus het moet wel iemand zijn die onze podcast kent en wel een klein beetje op de hoogte is. Dus hebben ze wel nog chance dat jij dan als eerste komt? Ja, maar ik had dan achterna kijken naar datzelfde filmpje. De mensen mochten reageren. Wie had er eigenlijk dat hing pakken? Ik zag het al een paar keer mijn naam verschijnen eigenlijk. Ik zei, en die kon dan niks winnen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Zo kan schoon zijn. Ja, misschien is het ook wel iets gewonds, ik weet het eigenlijk niet. Maar gelijk in het begin van de uitzending op Sporza waren Karel en José zo bezig over van Sander de Pestel heeft hier een doel. Tijdens de wedstrijd, maar we gaan niet zeggen wat dat is. Just. We mogen het niet verklappen. Was dat, ik denk dat dat ook dat was. Dat zou kunnen. Want de Sander de Pestel zit toch in die polderblues, waaraan die soms de gast zijn bij Live Slow Ride Fast. Ah, ja? En ja, ik denk dat de Pestel ook had gezegd tegen José, ik wil mee zijn en ik wil er als eerste bij over zijn op de Molenberg. Ah, dat kan. Maar, ik had het ook naar Luca gestuurd, een dag of drie voor de ronde, van pak dat is. Ja. Dat niet lukt. Ja, maar ik wist al, als ik mee was, ik zei, ik ga hun proberen, ja. Al wil te zeggen, verliest denk ik niet zoveel kracht, maar als eerste de Molenberg. Ja, nee. Het is soms makkelijker ook zelf, als je in de koproep zit, dat je zelf begint op een bergje in eigen tempo te rijden. Ze blijven dan meestal achter je en... Ja, sowieso. Ja. Was er geen prijs voor de laatste Belg, Luca? Nee. Maar een artikel in de gazet. Een artikel in de gazet. De laatste Belgen is misschien. Jammer nu wel. Dus, ik heb hem expres laten uitzakken. Het was toch een artikel de laatste Belgen? Het kon zijn. Dat was goed. Dat ik niet best wel. Ja, dan nu Parijs-Roubaix. Is dat een koers waar je specifiek naar uitkijkt? Ik denk dat wel iets is dat je goed ligt. Ja, dat is nog altijd mijn lievelingskoers eigenlijk. Ik heb dat zelf gewonnen bij de juniors vroeger. En CR10 is dat eigenlijk mijn droomkoers geworden. Eigenlijk ook voor bij de profs ooit te kunnen winnen. Maar jammer genoeg is dat nog nooit gebeurd. Ja, je hebt daar toch Demare achter je gelaten? Ja, bij de juniors. Demare en Barry Marcus stond dan ook op het podium. Ja, okay. Dat is een Hollandse sprinter geweest, ik weet niet... En denk je dat de B vierde was? De B vierde, denk ik, ja. Ja. Wat zou je die top 10 zag, het zijn er redelijk goed coureurs van ze. Maar... Oh ja, Parijs-Roubaix voor junioren liet ook niet, hè. Nee. Ook de laatste jaren, Pidcock, Evenepoel. Ja. Was Pidcock niet bij de beloften? Ik weet het niet. Want die Real voor Wiggins dan, denk ik. Uit beide gewonnen. Juniors en beloften. Maar... toen wij daarheen, dat was met nationale ploegen. Hè. Ik weet niet of dat ja, bij de juniors nog altijd. Is nationale ploeg. Bij de beloften is het... Nee, dan is het gewoon... Maar bij de juniors is het altijd nationale ploeg. Ja. Roubaix is wel een koers dat je ook een beetje chance moet hebben, natuurlijk. Hè. Wat was hun beste uitslag daar? Bij de profs? Ik weet het eigenlijk, ja. Bij deze vorig jaar hoor ik wel... moest ik niets tegenkomen, dan denk ik top 10 was mogelijk. Ja. Of het was zeker top 15. Ja. Ik
was eigenlijk met de beslissende groep weggereden. Het was zo'n klote dat ik dat materiaal pijl. Mijn ketting zat tussen mijn twee plateaus. Dus die zat ik nog nooit voor had eigenlijk. En ik heb moeten trekken om dat eruit te krijgen. Lijken bonen aan de voet van Taienberg in zijn laatste keer Ronde van Vlaanderen. Was dat ook, niet... was dat ook tussen zijn twee plateaus? Ik denk dat dat ook altijd tussen zijn twee plateaus ging. Ja, ik heb dat nog nooit gehad. Dat moet iets verkeerd zijn van de mechaniekers zien het wel. Die plateaus gesteld. Normaal kan dat er nooit testen. Nee. Maar in Roubaix rijdt hij toch ook maar een redelijk groot binnenblad? Of ja, niet? Misschien met een pijzak nu met een 40 erin, denk ik. Of een 42, ik weet niet. Ja, 42 misschien wel binnenblad. Ja. Ja, soms loopt de strook dan nog iets oplopen. Dan is het dan traag aan het peloton. Ja, dan kun je hem dan nog in binnenblad schakelen. Maar ja, dat is ook gewoon, pijzak is altijd een groter binnenblad steken. Moest hij eraf vallen, ja, dat niet extreem. Een groot verschil is. Anders. Ja. Anders zet je even... En voor de rest, doe je nog specifieke aanpassingen aan je fiets? Of, nee, in het verleden soms dubbel stuur in te leggen. Of ze van die moesjes onder stuur. Maar eigenlijk... Bij Quickstep hadden jullie toch die Roubaix-fietsen ook nog? Ja, ja. En daar nog mee gereden? Ik heb dat niet mee gereden toen. Ook zo niet met die... Met dat zo... Ja, wel met die siliconen ertussen. Ja, die siliconen ertussen. Maar niet met dat stuur. Die NVR had ik niet mee gereden. Toen ik nog bij Quickstep zat, en Nicky reed dat dan met zo'n prototype. Mm-hmm. En Pees dat met de verkenning was, of ja, dat hij zijn stuur brak en je wou er gewoon niet meer mee reden. Maar ondertussen is dat nu wel up-to-date. Maar toen was het juist een prototype en... Ja. De meeste zitten hem in de banden zeker ook vooral. Ja, de banden, dat is eigenlijk, ja. Ik vind ze wel goed die dat we hebben. Ja, die dertigers. Ja, is dat Hutchinson? Hutchinson, ja. We rijden eigenlijk vrij weinig plat ook, hè, in nee, de koersen. Nee, ik ken nog nooit plat. Ja. Tube, rijden jullie tubeless? Ja, tubeless, ja. Zonder die een binnenband erin, dan noemt dat die... Ah, ze steken dat soms van die moesten testen, nee, die tubeless. Ah, ja, ja. Ik heb dat al eens gezien. Maar ja, dat steken ze er niet testen, omdat dat toch ook... dat is ook niet ideaal als je plat rijdt voor die melk. Wel, die melk loopt dat dan tussen en die melk loopt niet meer in het haatje. Voor te dicht. Voor te dicht, ja. Voor de voorland. Maar melk in het haatje. ja. En ja. Guillaume, we zitten hier ook mancave, mag ik het zo noemen, ja, slash werkhuis. We zien hier een paar mooie motos staan en een klein beetje attributen. Ik had hier ook genoteerd dat je wel een passie hebt voor techniek. En voor auto's, is dat iets waar je iets mee wilt doen na je carrière? Of, Ja, ik ben altijd al vrij geïnteresseerd geweest in auto's en motos. Ferrari fan, hè? Nee. Vooral, ik ben zot van Porsche. Ik heb zelf ook een gehad. Ik heb wel een paar speciale auto's gehad vroeger. Maar nu rijd ik eigenlijk gewoon met een Jeep, een Discovery ook. Ja, met mijn zoontje en een auto nodig met plaats natuurlijk. Ja. En mijn tijd na training en na de koers gaat al een beetje nu naar motos ombouwen. Ik ben nu juist eigenlijk 2 jaar bezig geweest aan een café racer en die is eigenlijk nog niet zo lang klaar. Want je hebt zelf een 3D-printer en je maakt dan stukken zelf. Ja, ik zo. Heb ook veel met een 3D-printer gewerkt, omdat je dan eigenlijk dingen kan maken die niet bestaan en jezelf, je eigen... Ja, eigen zotte design er kan aan, of je eigen touch eraan kan geven. Dus, durf je er niet aan komen. Nee. Mijn vriendin had over ons keer iets gepost dat alleen maar mijn zoontje er mag aankomen en niemand anders van mij. Dus, want ik vind dat ook niet... Ja, ik vind het niet erg als ik er aankom. Je hebt soms mensen die... Ze willen er dan aankomen, maar ze vreemd dan over die tank met in de rand. En ja, dat maakt ook... Ja, juist wat schipjes. Juist wat schipjes. Ja, ik heb dat en plekken en al. Ja, ik vind dat toch wel... Kijk, als alles proper staat, en dat je staat precies lekker in de showroom. Het is wel echt een pronkstuk. Ja, dat is een pronkstuk geworden. Hoeveel kilometers zou je al hebben? Nu? Ja. Toen ik hem gekocht had, origineel, had hij er, hoeveel was het weer? Pezen 45.000 kilometer, denk ik. Maar hij is van het jaar aan. Dus, maar ja, die blok is volledig open geweest. Al nieuwe dichtingen ook, alles erdaan. Dus eigenlijk is dat weer praktisch een nieuwe motto, hè. Ja, je ziet er niet veel oude elementen meer. Nee, het enige origineel is een blok, een tank. Maar het is ook wel een nieuwe tank, maar het is wel de correcte tank. En het frame is ook volledig aangepast. Ja, en de wielen zijn ook origineel. Wel, juist het achterwiel nu niet. Het achterwiel staat erachter.
Maar al de rest... Je kunt misschien de John er laten op rijden. Hè, voor liefst niet. Ja, ik schot ervan. Ik heb er een paar keer mee gewoon hier in straat erin. Hoeveel power dat er eigenlijk in die motto zit. Dat is eigenlijk echt ja, dan een boxermotor. En voor schot er zelf van dat dat echt zoveel macht heeft. Ja, want dat lijkt inderdaad... Alhoewel, die blok is nog redelijk imposant. Ja, maar je zou denken, dat is misschien niet de zwaarste motto. Maar nee, we zeiden daarnet, denk ik, 1000 cc of... Ja, 1000 cc, ja. Ja, dat is al redelijk... En zeker, dat weegt ook niet veel, zo'n motto, hè, ten opzichte van zwaardere motos misschien. Ja, en die wegen natuurlijk wel echt nog veel. Omdat dat eigenlijk normaal is aan een touringmoto. Is dat eigenlijk een motto voor ja, lange afstand mee te doen. Ja. Maar eigenlijk, ja, al die kassen zijn er ook af. Dat scheelt ook enorm veel... Qua gewicht, ik weet niet hoeveel dat hij nu weegt. Maar normaal weegt die motto toch ook wel bij 280 kilo of zo. Als het origineel staat. Mm-hmm. Of meer zelf, ik weet het eigenlijk niet. Maar ja, met alles eraf ja, is al een pak lichter. Hè. Maar ja, blijf aan de zware motto. Als je erop zit en je moet een bocht pakken, voelt wel die motor weegt echt veel. Moet er een beetje, maar ja, als wielrenner zit ook wel al gewoon hoe dat je een bocht wat heftig moet nemen. Ja, dat wel. Ik weet niet, ja. Ik zei dat soms tegen mijn vriendinnen, maar ze ook soms zeggen, ja, let op, heb je dat gezien of dat gezien in het verkeer dat ik met een auto rijd. Maar als wielrenner, je zit zodanig gewend van iedere dag door dat verkeer te rijden. Je ziet een deur openvliegen van een parkeerde auto. We zien mensen op voetpad al tussen een auto kruipen voor over te steken. Ja. We zien eigenlijk alles, maar... Ja, denk, de gewone mensen snappen dat niet altijd. Ja, like ook, als we naar een bocht gaan, we kunnen ongeveer inschatten ja, hoe rap dat we door die bocht kunnen rijden. En bij dat wel een voordeel is als coureur, dat je dat wat kan inschatten. Dat verlinkt soms met die voetballers. Ja, dat is een keer sprong te doen, hè. Die man reed nog een keer over een punt en vliegen door een sporthal. Ja, ik bedoel, dat was een vrij zwaar accident, maar... Die heeft niet doorgehad dat hij daar... Zijn sollicitatie voor de James Bond-film zwaar slaagt, denk ik. Ja, dat, eigenlijk, ja. Dat gat in die sportcellen was redelijk surrealistisch. Dat was precies niet echt. Hè. Het was, En wat was het? Iemand was geblesseerd gewoon omdat zijn glas had gestapt. Ja, en ik denk hij ook wel natuurlijk. Maar, hij ook. Lichte blessures. Ja, maar daar kun je niet echt veel compassie mee hebben natuurlijk met zo'n accident. Hij komt er nog goed vanaf eigenlijk. Ja, dat is me. Ik kan het nog navertellen. Ik denk dat alles al bij al nog veel goed meevalt. Dat we het over het verkeer bezig zijn, als we naar hier reden, het was aan het regen. Ja. En we zagen al langs de kant 3-4 mensen staan en het lag iemand op de grond en we zagen een fiets staan daarnaast. Een speedpedelec. Een speedpedelec die denk ik... Voorrang van rechts of zo. Ja, of ja... Dat was de baan naar hier, zo, waar een fietspad had. Steedweg tussen Alter en hier. Oké. En ja, denk gewoon dat de auto al iets te ver over het fietspad reed, zeker. Een patat erop. Klaar. Ja, want het zag er niet goed. Met die speedpedelecs, dat pikt wel op hetgeen wat hij zegt. Die mensen zijn niet altijd gewoon van 45 of 50 per uur te rijden. Dat is echt levensgevaarlijk. Eigenlijk zo voor die mensen eigenlijk ook een soort... Rijbewijs. Ja, rijbewijs moet je doen. En een keer zo op een parcours wat bochten pakken. Een beetje leren rijden met zo'n fiets. Want ooit ik een accident zelf tegengekomen met zo'n speedlec, heel in het begin. Het kon er nog bij mijn ouders in de Haan en kreeg langs fietspad richting Oostende. En dat is zo'n fietspad, gekruist elkaar. En op het moment dat ik, het was een madame, en dat was in het begin van die speedlegs. Die madame moest 35 per uur, 40 per uur. En op het moment dat ik passeer, ze was dan naar links aan het kijken, kom sommige keer recht voor mij, patat op elkaar. Hè. Frontaal. Ja. En ik had wel een nerschudding, maar ze had geen naam van niets. En die madame lag daar op de grond, ze lag tot de bloeien, mijn voerse was af. Het was eigenlijk nog een redelijke patat. Ze lag daar de bloeien en mijn voerse was af. Ja, maar dan zie je het wel soms... Maar dat was oké met de dame. Uiteindelijk wel. Maar 10 minuten later, de politie was erbij, iedereen was erbij. En er kwam ook een keer een madametje af. Ook, dat madametje had hier al passeerd ook. En ze riep mij ook al bijna omver. Dat is onverantwoordelijk voor met zo'n fietsen oudere mensen te laten rijden. Mm. Maar als je ziet hoeveel anderen meer rijden. Ja, dat is niet dat te doen, is echt gevaarlijk. Voor naar het werk te gaan ook en zo. Het is allemaal leuk, het gaat snel. Maar ze kregen premie, ze ook van het werk. Als je met zo'n velo naar het werk gaat. Of met de fiets. En ze komen van eerst keer dan zo'n... Een brommer eigenlijk, ja. Heb je ook al dingen voor de fiets geprint? Of, Ik heb nog wel iets geprint voor de velo. Denk basic. Nee. Geen nog niet, maar ik heb wel een keer gekeken... Tijdrit sturen of zo. Nee, maar dat zijn wel dingen die mogelijk zijn eigenlijk. Ja. Maar
ik moet nog ietsje meer leren werken met in een kat, omdat dat nog niet zo'n gemakkelijk programma is. Eigenlijk zou ik wel een keer wel een cursus volgen voor eigenlijk echt perfecte tekening te kunnen maken. Want ja, like voor die licht dat ik gemaakt heb, voor mijn motto, ik eigenlijk eerst, ik heb er 4 of 5 geprint tegen dat het echt goed was. Okay. Maar eigenlijk als je een 3D-scanner hebt, je scant de licht zelf, en dan kun je eigenlijk perfect op kat alles tekenen en doen rond die 3D-scan. En dat zo al, dat moet je maar 1 keer printen eigenlijk. Hè. Maar zo'n 3D-scanner, dat kost redelijk veel geld. Zo'n 3D-printer zelf is ook al een serieuze investering, denk ik. Ja, dat kun je natuurlijk ook ver in gaan. Je kunt er een kopen van €200 en je kunt er een kopen van 10, 20 duizend euro ook. Ja. Maar de main, dat is een redelijk goed model. Pees dat ik zelf €1200 betaalde of zo zeker. Dus ik wou niet de goedkoopste kopen, maar ik wou ook geen te duren. Maar wel in die kwaliteit print. En dat is ook nog wel leren natuurlijk. Hè. Ja, dat is wel plezant. Ja, en ik, ook, ik zit al zo'n beetje nu in die BME K100, dat ik al 100 had, in die wereld en zo. En zo van die forums. Mm. En het heeft natuurlijk veel vragen. Hè. Gasten die vragen, kun je dan een keer die printen ook voor mij? En dan doe je dat wel. En, er is misschien wel een businessmodel in. Hè? Ja, het zit sowieso business in. Maar als coureur iets bijdoen, een bijberoep, dat gaat het niet. Je zit dan te veel belast. Is dat redelijk druk in? Nu is het eigenlijk gewoon, doe ik dat wel voor die, voor de gasten. En, En met uw technische kennis, geef dan soms ook geen advies aan uw fietsconstructeur? Ja. Nu rijden jullie met De Rosa en waarschijnlijk gij met uw technische kennis kunt toch al verbeteringen in je hoofd hebben, toch? Ja, ik ken u zelf nog niet echt met iemand kunnen babbelen van De Rosa. Ze waren één keer mee, denk ik, op stage bezig in december of in januari, ik weet het al niet meer. Denk het, ja. Maar ik vind de fiets wel goed. Maar ik heb juist wel een probleem gehad met die brakein. Wel, dat is nu ook opgelost, dat probleem. Maar de fiets zelf vind ik wel goed. Ja, juist een stuur en één deel zou wel nog iets beter zijn, want de kabels zien nu wel nog lopen. Maar dit heeft dat per tank. En ik moet juist nog even vragen, denk ik, aan de ploeg. Voordat de in orde brengen. Ja, als ik een keer kan vragen aan dit zelf, dat ze dat kan geven aan ons. En heb je in het verleden al zelf aanpassingen aangebracht? Ja, bij vorige teams dat je reed, dan bij CCC, Giant, Quickstep Specialized? Ja, niet echt speciale dingen eigenlijk. Ja, ik kan niet echt veel aanpassen. Je zit al... Oei, ik kan opdoen. Ik zit altijd wel vast met die sponsors. Hè. Dus... Ja, met zo'n ding kun je niet echt verre. Ja, je kunt eigenlijk verre gaan met een fiets te tunen, zo gezegd, qua voor lichtheid en ook met die waxen en Westerol, die ding. Maar je kunt Marvel dat niet Gaines, doen, omdat je beperkt zit met de sponsor. Hè. Je ziet soms toeristen met een zottere fiets rondtrainen dan de profs, omdat die toeristen extreem kunnen gaan. Hè. Ze kunnen al het beste erop steken. Ja, of ook... nieuwlijnen en juniors, eigenlijk. Ja, die zijn ook, sommige nieuwlijnen en juniors met S-Works, je ziet rijden, met alles erop en eraan, dan denk je van het kan zijn als je prof bent of dan belofte, dat je op een keer met een mindere fiets moet gaan rijden. Natuurlijk. Dus, dat is misschien dat een beetje... Dat is soms aan die ouders, die jonge gasten zot maken. Dat is dan, Maar je komt natuurlijk zelf ook wel uit een koersfamilie, hè. Uw vader heeft gekoerst, uw grootvader is bij Oni Beheid. Ja. Dus je hebt echt wel al de koers van kleins af meegekregen. En mijn pp had ook nog een ploeg gehad, BVM 2000. Dat is, heb je er ook nog voor gereden? Ja, ik heb 1 jaar gereden en toen heeft hij de ploeg gestopt. Dat was een beetje de satellietploeg toen van Quickstep. Heel veel toppers bij gereden ook. Ja, je had die 54 profs afgeleverd uit in totaal. Nee. Stop, hè. Ja, dat was redelijk veel. En zijn droom was dat ik daar nog bij reed eigenlijk. En totdat ik prof weer. Ja, ik achter een half jaar het eind bij Patrick eigenlijk. En ik werk ik direct prof. En toen heeft hij gestopt. Ja, want je zei eigenlijk nu, zeggen ze 19, 20 jaar. De laatste jaren wordt dat al iets normaler. Maar 10 jaar geleden, 12, 13 jaar geleden, was dat toch al echt een uitzondering dat je zo vroeg prof werd. Hoe is eigenlijk ontstaan dat je zo vroeg mocht overgaan? Goh ja... ik had eigenlijk op een bepaald moment interesse van een paar ploegen al. Dat was toen ook Vacances Soleil, Tospor Vlaanderen. En ik kreeg dan dat criterium met Rusland. En Patrick ken ik al. Ja, hij heeft me nog vastgehouden als ik babytje was in mijn moederhuis eigenlijk. Hij is eigenlijk altijd al vriend geweest van de familie. Eigenlijk meer van mijn pp dan van Willy.
En ja, ik zag hem toen in die VIP bij Ruslar. En ik hoorde mee aan babbelen en ik zei toen, ja, kijk, het zijn twee ploegen die al geïnteresseerd zijn. En hij zegt, ja, maar weet je wat, ik kom anders een keer morgen of overmorgen, ik weet niet meer wat het was, naar mijn bureau. Ja, en toen zitten babbelen en doen. En eigenlijk vond hij het nog iets te vroeg dat ik ging prof werden. Maar omdat ik, ja, aanbod al van twee ploegen, zo gezegd, ja, zei hij, ja, kan niet anders. En die heeft me dan een contractvoorstel gedaan van 2 jaar. Ja, je kunt niet anders dan 2 jaar als nieuwe prof. Ja, dat was ook mijn droomploeg. Ja, ik zeker direct, ja. Ja. Oh, ja, dat was, zal wel. Ja. Maar je hebt de eerste paar maanden als stagiair gereden, zeker? En je eerste als belofte dan? Mijn eerste koers bij Quickstep als stagiair was de Ronde van Burgos. Dat was eigenlijk direct een redelijk pittige ronde. Maar like in die ploegentijdrit en al, word ik eigenlijk al direct een van de betere van de ploeg die dat toen was. Dus ja, dat was denk ik wel direct de doorslag van Patrick ook, dat ik direct prof mocht worden. En hoe werd je dan zo in een ploeg met veel grote kampioenen, hoe werd je dan onthaald als 19-jarige of 20-jarige? Was dat wat aanpassen in het begin of ging dat relatief vlot? Ja, natuurlijk. Ja, voor mij was dat een droom. Hè. Ik kom daar om een keer als jong gastje bij al die grote mannen dat je vroeger naar... Ja, je keek er nu naar tv en om een keer zit je er zelf bij. Ja, in het begin was dat natuurlijk een beetje aanpassen. Hè. Ja, je was like fan en om een keer zit je dan aan dezelfde tafel met Tom Boon. Ja. Dat is raar in het begin. Ja, dat zal wel. En ja, om een keer wordt dat eigenlijk een van je maat. Ja, dat je komt daar goed mee overeen. Steekt dat ding mee uit. Ja. Vertel. Je hebt wel die passie voor techniek en wagens, dat wel gemeen ook. Ja, dat wel. En daar was het natuurlijk extreem in die ploeg, want iedereen had daar wel een redelijk dikke auto. Ja, maar ook dus, van den Berg, Steen van den Berg. Ja, Steen van den Berg zat daar ook met al. Ja, die was ook automaniak. Ja. Terpstra ook, ja. Je zat dan een hele dag op circuit te rijden ook met zijn auto's. Dus ja, ik zat wel in de ploeg, en daardoor is ook wel gekomen dat ik redelijk jong was toen ik die RS6 kocht. Ja. Ja, op een duur, ja, je moest lekker meedoen met die man. De Black Beast, ja. Ja, de Black Beast. En, ja, het is niet altijd ideaal geweest. Eigenlijk, denk dat... Moest ik wel alles opnieuw doen dat ik eerst van een Topsport Vlaanderen zou kiezen en dan pas achter een paar jaar naar een Quickstep zou gaan. Toch, ja. Ja. En het is ook anders, het ging misschien een heel ander type coureur geworden. Zijn nu, ja, ik word van groot talent in zo'n grote ploeg gekomen. Mijn eerste jaar was wel direct goed. Maar dan op een duur, ja, zit dan met een Boonen, met een Stibar die dat dan ook kwam. Tony Martin, Cavendish, ja. Op een duur, al die grote mannen staan boven u. Hij werd meer in een rol geduwd van een knecht. En op een duur bleef je in die rol. Hè. Hij raakte niet meer gemakkelijk uit. En eigenlijk is het gemakkelijk knecht zijn. Ja. Maar, je hebt niet zoveel stress als like die kopman. En je moet gewoon je werk doen. En als je nog goed zit, kun je er nog langer bij blijven. En anders zeg je... Het is ook een andere manier van motivatie. Dat als je... weet van dit is mijn rol, of ik moet echt een finale rijden of ik ga voor mezelf, dan zit je toch in de winter misschien wat meer gestresseerd dan dat je bent als je zegt van ik leg me wat meer neer bij die knechtrol. Ja, dat wel. Ja, like ik zeg, ook veel minder stress. Hè. En in de winter, ja, doe je een goede training, een langer duurtraining, wat blokjes en dan ga je toch met de ploeg op stage. Maar ja... Bij Quickstep kreeg ik wel af en toe mijn kansen. En als ik mijn kansen kreeg, probeerden ze wel te pakken. En dat lukte dan soms wel. Gelijk in 2014, toen nog Brugge, de Pannenkoekzijde. Wat toch echt wel een koers was die belangrijk was. In aanloop van naar de Ronde van Vlaanderen en zo. Ja, dat was toen juist voor de ronde eigenlijk. Hè. Ik weet niet, een paar dagen testen zeker maar. Of 2 dagen. Ik had dat de vrijdag, week en dan... vrijdag gedaan was, hè, met 2 ritten. Ja. Denk het, ja. En dan was er nog 1 tijdrit zelf, op het einde. En een rit in Zottenham, de eerste rit was in Zottenham. De eerste rit in Zottenham. En toen, die eerste rit, was ik weggereden op de Bleber. En Steegmans was ook mee. En toen heb ik de sprint aangetrokken voor Steegmans. En hem won die rit, basic. Maar daardoor stond ik ook dicht in het klassement. En iedere dag was ik altijd redelijk dicht. En door die tijdrit word ik rapper dan Steegmans. En daardoor won ik heel een boel, hè. Was dat nog innerlijke strijd of werd dat nog iets... Ik kwam eigenlijk in de bus en om een keer eens, hij had gewonnen. Ook zou ik gewonnen. Ja, dat had me niemand echt iets direct gezegd. En
Ja, dat was wel plezant, hè, ja. Dat je trekt als jonge as. Wat zei Steegmans dan? Het probleem was, Fit had me eerst gezegd voor de tijdrit, van ja, kijk, de selectie is gekend voor de ronde, je mag eigenlijk niet starten, omdat Steegmans stond hier leider en hem kreeg de voorkeur. En achter de koers was het andersom, dus Steegmans was eigenlijk niet content. En je was daar wel wat dul op mee, ja. Je zegt, die snotneus, ik kom hier even hier... Het is koers natuurlijk, ja. En ze winnen dan op dat moment de beste ploeg mee naar de Ronde van Vlaanderen. Dus, En we hebben het er gisteren over gehad, is dus eigenlijk datzelfde jaar dat ook Steegmans kwaad is op Quickstep op Belgisch kampioenschap. Ja. Dat je dan gewonnen wordt door Jens de Bussere, onze gast van gisteren. Quickstep had eigenlijk, omdat ze hem eigenlijk niet meer woon, denk ik, hè, Steegmans. Je moest er buiten en... ik heb samen met Gianni, dat had mijn tour heen toen in dat kampioenschap. Gianni Meersman. Ja, met Meersman. We hebben daar al blok zijn erin, dat was Mullebeek, of Wilsbeek. Wilsbeek. En Steegmans was mee, ja. En ik denk dat Julien Vermot ook mee was toen van Quickstep. Dat kan. En ja, we hadden twee man mee, dus eigenlijk moesten we er nooit mee doen. En de laatste ronde moest dat toe. En ja, achter de koers was spel en miserie in de bus. Ja. Steegmans meet met alles, hij was Cunha Viz en... Ja, die kon eigenlijk nooit verliezen, pijs ik, dat jaar. Ja, die is katerap ook. Hè. En was het dan de ploegleiding die dat beslist op dat moment? Of was dat meer van Tom uit? Pijs dat het echt wel puur de ploegleiding is geweest die dat beslist. Hè. Ja. Maar dat jaar in 14 reed ook wel goed, want ik herinner mij de week voor de pannen dan. En ook in Gent-Wevelgem. Waar er was na de Camel, is nog 25 kilometer richting Wevelgem, was er een groep met een man of 3-4 vooruit. En jij hebt er alleen tussen gehangen. En je zit er net niet bij geraakt. Ja? En ja, ik herinner me dat. Ja, vooral... dat kan. Maar kijk, één keer een jaar, dat was dan zo achter de Camel, ton Turke. En toen zat die plesteries daar nog niet in. Nee. Ik denk dat in 14 was... Ik had een jaar gehad dat ik daar rondreed, dat niet zo was. En toen was er een man of 3-4 voorop, met volgens mij ook de Volder bij, die toen voor... Dat was al achter... de Schust. Ah ja, dat is echt de finale. Dat was eigenlijk echt achter Ripper, dat ze wegreden aan Bellewaerde. Ja. En moest hij even wachten en Volder ging te dansen, ging dat top 4. De Volder reed daar toen voor Trek. Ja, en die waren met een man of 3-4 weg. En jij zit er juist niet bij gekomen. En dan uiteindelijk heeft dan, zij dat dan terug naar het peloton gevlogen. Ja. En dan is het eigenlijk nog een massasprint geworden. Ik heb het had dan toen moest ik mee geweest zijn, de koers was gedaan. Ja, en denk ik ook. Denk voor het podium ook. Vandaar dat ik het mij levende herinner voor vandaag. Juist, kost eigenlijk vergeten. Want ik herinner mij nog, dan was er ook nog camerabeelden in de volgwagen. En Fitte die zo roept ze... Allee, Guillaume, als we erbij zijn, dan is het... Guillaume, zegt hij. Ja, dat is Guillaume. Zoiets zo. Ja, Guillaume, ik kan niet zo mijn naam bespreken. Ja, zie je wel. Mooie imitatie, dank. Voel je dan nu eigenlijk meer druk binnen de ploeg? Omdat je echt voor pure verwijgen mocht rijden? Goh, ja. Ik heb nooit echt stress. Dat kan wel zien. Nee, ik heb niet zo rap stress. Maar ik moet wel zeggen, like, met het openingsweekend, dat was wel... Ik heb nooit stress, maar toen had ik wel wat stress met het nieuwsblad. En ja, uiteindelijk ben ik wel gestopt. En ik weet niet... Op die dag kostte ik like, opeens niks. Ofwel lag het dan die eerste koude, omdat ik in die twee rondetjes... Ja, mannen had gereden, ja. Ja, mannen in Saoedi gereden in de warmte. Ik weet niet of dat verschil was. Ofwel hun even van de stress dat ik mijn eigen ding mocht doen. En dat ik het... Ja, dat dat niet was, ik weet het niet, ja. Julie ook, hè. Ja. Maakt lawaai. Ja, Julie op de achtergrond. Op het einde, in 2016 zeker, komt uw huwelijk met Quickstep tot een einde. Ja. Vond je dat dan niet jammer? Ja, eigenlijk mocht ik blijven. Maar Patrick zei, eigenlijk zou het ook eigenlijk niet slecht zijn als je een andere ploeg pakt. Want, ik had het jaar ervoor, eigenlijk 2015, geopereerd geweest aan mijn hernia. Ik heb dan eigenlijk dat jaar niet veel kunnen koersen en eigenlijk wat te veel zwijn uit te hangen. En moest revalideren. Ik kreeg 4 keer de week naar Antwerpen, naar Maasschalk, voor mijn rugoefening. En de tweede keer nog een keer stoppen in de Carré. Ja, nee, ja. Ik doe de baan. Nee, maar toen, dat was uit verveling. Ja, ik was alleen toen iedere dag bij een uitgaan. En Klaas Lodewijk woonde dan bij mij. En die mocht ook niet meer koersen met zijn hart.
Dus ja, we gingen er iedere dag op stap en ja, dat was een beetje, ja, als coureur had dat niet. En tot het einde van de zomer plooi ik mijn auto nog. en dat was een beetje bezig. Ik stond pakken in de baan. Ja. En welke auto was dat dan? Binnen RS6 was dat toen. Spijtig. Ja, dat was eigenlijk redelijk lang stellen gewoon. Totdat om een keer die, ja, dat worden foto's van de politie die gelekt worden aan de pers. En ja, ik kon niet anders dan Patrick toen, ja, dat laten weten. En ja, daardoor was hij wel een beetje onthoogeld dat ik dat niet direct vertelde ook aan hem. En ik moest er nog bijtekenen erachter. Dus ja, dat was ook al een streep door mijn rekening dat hij, ja, iets minder gaf dan dat ik ging verdienen voor normaal. Je had dan nog juist noten in de prak gereden. Ja, juist noten in de prak. Maar had je meer gekost? Ah ja, heb je die RS6 dan niet vervangen? Of? Nee, ik heb het al aan het vermaken. En, ik had hem ook beter niet gedaan, basic, want dat was ook... ja, kostelijk. Die had er dan een andere voor? Ja, ver, ja, want die moteur in Cartier had hem laten starten en dan een stukje van, ja, in de motor opgezogen en in de cilinders geraakt, dus dat die cilinders waren heel gekrast, dus moest een nieuw motorblok erin ook. Dat was eigenlijk, ja, eigenlijk had ik hem beter gewoon per totaal laten verklaren en kost voor een wrak meer had dan eigenlijk dan dat ik, ja, dat ik, ja, er aan instoot voor te vermaken. Dat is zo wel iets dat je wel vaak hoort nu bij, dat altijd al was, maar bij Lefevre, dat hij wel veel belang heeft aan eerlijk zijn. Dat, zo, dat je dat uitsteekt of zoiets, dat niet erg is. Maar als je het hebt gedaan, moet je dan wel zeggen. Ja, natuurlijk, dat beter, ja, bij Lefevre altijd alles direct zeggen. En ja, dat is misschien wel een beetje het nadeel geweest. Ik heb wel nog een jaar bij Quickstep gezeten. En tussen de 16 was ook, ja, door waarschijnlijk 2015, ja, me niet echt 100% te verzorgen. En ook met mijn hernia. Dat ik dan eigenlijk dat jaar echt slecht gereden ook. En nooit, wat, ik deed wel mijn job, maar het was niet lekker voordien dat ik me goed voelde en dat er power achter zat. Dus, en toen heb ik bij Wanty getekend. En ja, door een van de eerste koersen dat ik won, was direct van mij. Ja, want, vingertje. Ja, maar uiteindelijk had misschien Patrick niet helemaal ongelijk dat het goed was voor een keer andere omgeving. Tuurlijk, ja. Je ook, Patrick is ook in. Je wilde je laten, ja, prikkelen of, ja, ik je wakker kunnen op een andere wel, manier. Ja, ja, like vroeger, als hij niet content was, je zei het niet tegen ik. Je zei het van eerst keer in de krant en je moest het dan lezen in de krant dat hij niet content was. Dan weet het iedereen direct. Ja, je bent niet de eerste en niet de laatste dat voor heeft gehad. Nee. Ja, ja, Lampard dat nu ook voor gehad, denk ik. En Alaphilippe eigenlijk ook voor het seizoen nog. Die man... waar iedereen kent Patrick ondertussen. Maar denk je dat vooral als Philippe zal de laatste jaar bij Quickstep zal zijn? Ja, ik weet het niet. Ja. Heeft hij nog maar één jaar? Denk het wel dat het nu afloopt. Kan ze, ik weet het niet. En volgens mij gaat hij het niet verlengen. Ja, hij heeft wat budget nodig voor zijn ploeg voor Evenepoel te versterken, denk ik ook. Ja. Dus, ik weet het niet wat Alaphilippe eigenlijk gedaan met de ronde. Gevallen, hè. Gevallen. En volgens mij na die... Geval naar Van de Kwaren, want maar hij heeft wel kunnen doorrijden als ze er nu... Maar nooit meer in koers geweest. Nee, na zijn val. Hij was wel serieus geraakt bij die val met die polen. Hij reed naar zijn knie, dacht ik, achteraf te zien. Ja, oké. Ja, spijtig. En was dat leuk bij Wanty in de tijd? Ja, maar het was eigenlijk het eerste jaar, of ja, het eerste 2 jaar bij Wanty was ook al zo, ja, een beetje bij Bingo. Een kleinere ploeg. Ja, een kleinere ploeg die nog moest groeien en die wel open stond voor verandering. Toen was dat net een nieuw team ook, denk ik, hè? Ja, ik weet het niet. Ja, ze hadden al een stap gezet, ietsje in de goede richting. Maar eigenlijk, wanneer ik veranderde van ploeg, toen had die ploeg eigenlijk echt wel enorm begonnen groeien. Hij had wel de begeleiding van Ilair natuurlijk. Ja, ja, ik had dan eigenlijk een trainer, Mark Lambert. Ah, dat was trainer van Wout van Aert. Ja, die bij Jumbo zat. Maar dat was toen eigenlijk geregeld door mijn manager in de tijd van die trainer te gaan. Maar die moest het dan stoppen eigenlijk, omdat hij alleen maar renners mocht trainen bij Jumbo. Dus, wat ik nog herinner is, na je zegen in Samijn, dat er zoiets stond van, ja, je moest veel achter Notto komen trainen of zo. Ilair zei dat misschien, maar ik kan niet zoveel achter Notto moeten trainen. Ja, okay. Maar het enige dat ik wel gedaan had toen, op stage, was soms een keer achter de training, de meeste stopte en ik reed dan nog een keer een uur achter Notto voor wat snelheid. Misschien was dat wat hij bedoelde, maar... Ik denk het wel, ja. Ja, maar voor die paar keer te doen op stage had niet veel verschil, maar basic. Ja.
Dus, En je hebt ook in 2018 dan je tweede jaar bij Want die ook winst in Antwerp Port Epic. Dus ja, je hebt hier wel twee mooie overwinningen. Was dat toen al zo de gravelkoer gelijk dat vandaag is? Ja, juist hetzelfde. Ja. Juist hetzelfde. Ja, maar bij Wanty heb ik ook voor de eerste keer twee keer de Ronde van Frankrijk erin ook. In de vroege vlucht. Ja. Je hebt daar ook ene keer denk ik nog onder de vod gepakt geweest. Ja, juist. Ja. Ik heb net nog, toen daar nog met de Antjes op stuur mocht rijden. Ja, maar nee, 200 kilometer alleen in een keer. Ja. Oké, vertel tegen mij dat je niet per se over de overwinning aan het denken was, maar vooral aan de premie die je ging krijgen aan de meet. Want die was het wel eens gewoon een premie als je een rit won in de ronde. Dus, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat. Maar het was altijd, ze maakten vaak een doel van het dagploegenklassement. Ja, dat. Want dat was ook met Bakkaard. En zo, of Fredo, zo gelukkig ging Pascalon, altijd. Pascalon zat er ook toen. Ja, eigenlijk, ja, we moesten ons ook zoveel mogelijk doen. Het is een beetje hetzelfde principe als like bij Bingo nu. Ja. In iedere koers moet er iemand proberen mee zijn in de vlucht. Gewoon ook voor reclame te maken voor de sponsors. Ja. Ik denk dat... Maar dat was toen het eerste jaar dat Wanty in een Tour mocht rijden. Ja. En Ivan, je ziet, dat ze uiteindelijk... Dat was het groeitraject dat ze hebben afgelegd tot de ploeg dat ze vandaag zijn. Waar ze echt trots mogen op zijn. En dan die eerste Tour. En dat was echt elke dag kon er van op aan de mannen van Wanty. Ja. En dan inderdaad zelfs soms alleen. Ja, het was niet één keer alleen. Ja. Dat had ik wel niet meer opnieuw doen. Dat was vrij lang. En ja, ik moet zeggen, Sander als raakte tegen een poot vooruit... 800 kilometer, ik voelde het en... Je hebt wel een strijdlust gehad, toch? Chance. Nee, ze had niet aan een Fransman gegeven, die dan toch nog op het einde een kilometer had. Al het held onder de baan heb ik ook gepakt. Like voor de sprinten en zo. Hoeveel had je het dan zo verdiend in één Tour met heel de ploeg? Ah, met heel de ploeg, dat weet ik eigenlijk niet. 3000 euro aankleed, hè? Nee, ik weet het eigenlijk niet, wat dat er allemaal uiteindelijk was. Ja. Dan uiteindelijk voor na Wanty voor één jaar naar CCC. Ja, ik had eigenlijk voor twee jaar gezien. Ja. Maar het is eigenlijk wel twee jaar doorgegaan, maar we zijn eigenlijk maar... Ja, het eerste jaar volledig betaald, het tweede jaar wel coronajaar. Dus we zijn eigenlijk 3 maanden niet betaald geweest. En toen eigenlijk maar na van ons contract uitbetaald te krijgen, omdat de ploeg stopte. De sponsor trok hem terug. Dat was een schoenenverkoper, zeker? Ja, CCC, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Brantano langs Tier, want die had ver 2000 winkels. En... Polen en West, Rusland? Ja, een beetje een Oostblok eigenlijk vooral. Ja. Al die landen, dat zijn vrij goedkope schoenen. Heb je loon niet gekregen in schoenen? Hè? Nee, wacht. Ik zou een beetje schoenen hebben. Maar ja, zo'n paar schoenen, dat kostte 10 euro. Dus ja. Ging een beetje schoenen hebben en ging een container vol en pezen. Dat is reuze tof. Dus het waren echt vrij goedkope schoenen. Dan, ja, je zegt ook, ja, die mensen langs daar komen liever 10 paar schoenen van 10 euro dan één keer dure schoenen te kopen. Dus ja. Maar je zat daar wel in een tof ploeg, toch? Ja, dat was een ploeg. Ja, het was de eerste met Greg, veel Belgen. De sfeer was altijd heel plezant. En eigenlijk was dat een beetje BMC die veranderd was naar CCC. Alles qua personeel was hetzelfde. Juist andere fietsen. Goeie was fiets. Giant was wel echt goed. Ik vond eigenlijk, want twee fietsen, dat was dan die Propel en dan de hun. TCR. Ja, TCR, ik weet niet hoe dat die noemde. En ze waren eigenlijk echt enorm, alle twee goed. Maar van die ploeg kan er niet veel kwaad zijn. Juist wel dat de sponsor teruggetrokken is en dat we dan eigenlijk wel een beetje geflekt worden. En was dat op vraag van Greg of hoe zij daar eigenlijk beland? Ja, Greg had mezelf toen bij Wanty de laatste keer aan het toer erin na. Ik dan eigenlijk een berichtje had van Greg van ja, kijk, we zijn bezig met je project. Het is nog niet echt gekend. Djimokovic wilde een nieuwe ploeg beginnen. En dat was dan je hoestte voor te komen. En eigenlijk in die tour heb ik al getekend en al. Het was redelijk krap gegaan. Dus voor 2 jaar. Dus ik had eigenlijk wel op mijn gemak daar. Lijkt me ook wel een plezante kopman. Ook. Ja, Greg is wel een chille kopman eigenlijk. Dat is eigenlijk ook wel een vreemde dankbaar en zo. Het probleem was dat je de eerste jaar, je was vrij goed, maar het was altijd zo net niet. Op een duur, je zag dat ook wel. Het zat niet echt een andere grote kopman in die ploeg. Hè. Het was alleen maar altijd een druk op hem en dat was ook wel niet zo gemakkelijk.
Dus hij had ook wel een beetje stress dat toen zijn. Maar mocht Anouderin ook niet uit in zijn huiskleins te mogen of het daarom ja, te maken? Ja, dat was toen in dat coronajaar. Achter de eerste lockdown hebben we het dan afgesproken met de Belgen eigenlijk in dat huisje. En we hebben dan 3 dagen getraind, 2 dagen met de fiets, hun fiets. En toen een dag gemountainbiked. Met de broeders dat... naast en zo bij ook? Ja, juist. Nee, ze er waren niet mee. Maar ja, okay. ze doen dat wel redelijk veel. Ze pezen die naast ze, want dat is eigenlijk echt die vriendengroep daar, noemen ze nu weer de parels. Ja, maar mountainbiken in Lagleize is dat zeker is redelijk intensief. Ja, dat is redelijk pittig. Ik had dat nog nooit gedaan. Dat was de eerste keer dat ik dat deed. En ik een mountainbike, maar met een vaste voers, eigenlijk voor op strand te rijden. Dus ik heb dat een paar keer over kop gegaan in die stijle dingetjes. Maar ik vond dat plezant zijn. Maar, de ploeg zou content geweest zijn. Ja, wat was dat eerste eigenlijk? Maar, zijn gerecht was stikte helemaal op de Gio. Ja, die man naar halvering en ik zat daar eigenlijk... Ja, met een strandbike. Ja, met een strandbike naar beneden. Just, ik had gelukkig dat ik mijn banden had verstoken wel, met tatsen en ja. niet de zandband. Of ja, ja dat ging helemaal niet goed. Ik was toch wel aan het trainen heel tijd, dus ja, het lag al super glad. Dus, Maar met die banden konden we wat minder zeveren over auto's en techniek. Ja, wel, Greg is ook wel vrij zot van auto's, maar ja... Maar dat moet hem wel een beetje tegen. Je babbelt er altijd van, maar... Dat mag niet. Ja, je mag niet echt eigenlijk. Hier met een schone Range Rover en... Maar ben je dat ze madame liever hebt dat op de bank staat en in huizen zit en de juiste dingen. En aan de ene kant is het wel niet slecht eigenlijk voor meer in bakstenen te investeren dan in auto's. Ja. Dat is waar. De prijs gaat omhoog, bij auto's gaat hij meestal... meestal gaat hij naar beneden. Maar... Tenzij dat je zo'n speciale classic car hebt of zo. Wat tegenwoordig, ze geven wel zotte prijzen dan die auto's ook. Ja. Die G-klassen en al, ze kosten soms meer tweedehands dan nieuw. Ja, het is echt niet meer normaal. En ik denk nu ook misschien, met al die elektrische wagens er nu gaan komen, dan eigenlijk bepaalde verbrandingsmotoren, maar dan echt wel sportwagens of zo, dat die eigenlijk terug in prijs gaan stijgen, dan zo echt binnen 10 of 15 jaar nog rijke mensen een V8 of een V10 of een V12, daar gaan ze... Dat is iets, ja, iedereen stelt hem dan een beetje de vraag bij. Ze weten nog altijd niet hoe dat gaat veranderen, want het kost 2028 of ik weet niet, was dat? Nee, ja, 35, ja, juist. Dat is tot dan nog uit. Ik kan u zien dat de Duitsers er tegenop komen, tegen dat voorstel, dus... Lijkt me niet realistisch, maar... Ja, wees niet dat iedereen echt zot is van die elektrische auto's. Als petrolhead, gelijk u, die dat toch graag dat geluid hoort van een motor die brult en zo, vinden dat spijtig dat dat allemaal een beetje... Allee, elektrische wagens is toch... Dat geluid is er toch niet meer zo bij, voilà. Het had van die Porsche Taycans ook volledig elektrisch, maar het er ook met een soundbox. Het weet hier ook hier in de buurt rond. Je hebt zo'n soundbox eronder. En eigenlijk hoor je niet echt dat het een soundbox is. Dus van dat geluid van Porsche is het echt wel goed gedaan, maar het merk niet komt gewoon, het geluid komt uit boksen. Ja, dus het komt echt uit boksen eigenlijk. Maar ik wist niet dat bestond. Ja. Ik wist ook niet dat het bestond. Ja, ik wist het. Ik dacht dat het enkel langs binnen maar was, dat die merken. Ja, nee, binnen. Van buiten ook. Dat is als optie, maar het is nog altijd toffer dat je een uitlaat kan aanpassen en dat je wat meer lawaai kan maken. Ik ben ook nog liever aan echt brandstof en niet elektrisch. Ja. Maar zelf, op de duur kun je niet meer anders, denk ik. Hè, want die prijzen gaan zodanig extreem. Ja, ik heb hier ook nu op mijn huis ook zonnepaneel gelegd, omdat je ook niet meer anders kan. Hè, de staat doet bijna verplicht eigenlijk voor in zo'n ding te investeren. En denk, moest je een nieuwe auto kopen, dat ook meer een hybride gaat worden. De twee, elektrisch en brandstof. Wat liever dan wel een benzine nog. Maar, dat je toch niet om de 300-400 kilometer moet stoppen om maar rest te laden. Dat is wel een probleem. Like, als je in het zuiden van Frankrijk rijdt met je auto, zo langer onder banen, omdat je hem moet opladen, dan je hem ook kan tanken. Dus, dat is nu snel waar rijdt, inderdaad. Maar, wat ga je nou doen nu na Roubaix? Dus, ik denk dat je laatste koers was in het voorjaar. Ja, Roubaix is mijn laatste koers. Dan ga ik ik ga 2 weken naar Nice. Eigenlijk zijn er aan de vaar, mijn pp en mijn meem daar een appartement. En ik ga mijn auto naar daar met mijn vriendin en mijn zoontje. En de eerste week doe ik niks. En de tweede week begin ik daar te trainen weer.
Dus, Weet je al iets van je programma dat komt? Normaal start ik met Vierdaagse Duinkerken, dat mijn eerste koers weer. Wanneer valt dat? Half mei? Eind mei, ja. Eind 26 of zo dacht ik. Okay. Ja, dat is redelijk lang. Nou. Dan heb je een mooie, mooie rustperiode in vooruitzicht. Ja, dat wel. En eigenlijk tijd voor weer echt een goed niveau te behalen, nog drie klassiekers. Maar ik heb dat ook wel even nodig, zeker een weekje geen fiets. Als sommigen zijn ja, pardon, maar ja, ik kan liever toch een keer een week echt van die velo afblijven, een keer andere dingen doen. Je hebt ook wel echt al veel gekoerst nu, hè? Dus, ja, en hoeveel wedstrijddagen zit je? PC 25 nu met gisteren erbij. En Steen. Natuurlijk zo'n eendagsklassieker, dat hakt er nog veel meer in hè, dan ja, het een rondeken. Een rondeke is het anders, ja. Meer gecontroleerd ook vaak. Ja, gecontroleerd. Maar... En die eendagswedstrijden ja, zijn ook al zwaarder langs het hier. Hè. En het is iedere keer over dezelfde ja, berstjes bijna. Hè. Het is altijd een andere volgorde of een groot deel hetzelfde. Maar het is altijd dezelfde kastjes, dezelfde tactieken aan de ploegen toevoegen. Ja, ze zijn dan ook weer iets nieuws ingevoerd. Dat is een boel vlekken iedere keer op die berstjes. Ja. DSM, ja. Doe maar, ja. Even een klein intermezzetje met de vrouw. Maar ja, waar gaat jij de koers volgen? Komende zondag? Ja. Jawel, ik was vandaag mijn vader aan het spreken om mogelijk, net als vorig jaar, met de motto naar Roubaix te gaan. Ja, en dan op Karel Bartelen spelen. Ja. En dan op een plek of vijf gaan zien. Ja, dat, ja. Mogelijk. Als het nog even afwachten met weer, want op de motto moeten we vooral rekening houden met weer. Ja. Maar dat zou wel het plan zijn. Oh, dat zou is toch tof zijn. Vooral voor de ambiance geeft dat toch wel echt. Ja, ja, ja. Maar dan moet het toch ook wel droog zijn om de motto te volgen. Ik denk dat een regen niet zo aangenaam. Nee, sowieso. En echt ook wel echt liefst tegen de 20 graden. Anders is het te koud op de motor. Ik ga in mijn zetel liggen en met een beetje mocht naar Guillaume zijn solo kijken. En, je hebt gelijk, Luca. Misschien nog een klein puntje om onze tijdlijn nog af te werken. In 2021 ben je dan eigenlijk opgevist geweest door de gebroeders Roodhoofd bij Alpecin. Had op een gegeven moment echt stress van het gaat hier gedaan zijn, ik ga direct geen ploeg vinden. Ja, ik dacht eigenlijk dat het al gedaan was, maar ik wou nog niet echt zoeken achter werk ook. Ja. Omdat je ook al zo lang gekoerst hebt, het is ook geen schoon afscheid. Hè. Achter al die jaren nog een keer geen ploeg en direct moeten werk zoeken. Dus ik heb eigenlijk gewoon nog even gewacht. Ik heb 2 maanden niets gedaan, ik heb januari, februari niet op die fiets gezeten. Toen heb ik zelf een Specialized gekocht en ermee begin trainen dan eigenlijk. Ik zei, ik ga gewoon wat kermiskoers proberen heen en dan zo weer prof te geraken. Maar opeens Mathieu stuurde van, Flip Roodhoofd gaat misschien contact met je opnemen. Ik zei, ja, dat is goed. Maar dat bleef dan wel nog duren, dat duurde ver een maand langer. En uiteindelijk achter de klassiekers belde hij mee van, ja kijk, we willen nu voorstel doen. Maar het is wel bij de Conti-ploeg. Ik zei, ja, het is goed. Ja, voor, ze zeggen, ja, het eerste jaar en het tweede jaar, ja, we zien dat wel als je weer conditie hebt en wat allemaal is. Want ja, ik kwam wel van ver, ook in de winter niet zo heel veel mee gedaan. Ja, maar je zit wel met stress dat je in een ploeg hebt. Hè, ja. Tuurlijk, Louis. Hebben zowel Julien Vermoot als Laurens de Vrees niet zelf vertrekt afgelegd in de Devo-ploeg van Julien niet. Julien wel direct getekend bij de profs. En Laurens eigenlijk ook. Die net ook. Het was eigenlijk maar voor mij niet meer. Omdat ik de laatste was eigenlijk die getekend had, was zo gezegd. Zijn eerst de Vrees op een vest, dan Julien en dan ik. Maar het was geen plaats toen meer. Ja. Uiteindelijk zijn hij nu wel degene die nog koerst. En ik denk dat Julien nog veel niet zo aan het trainen toch nog. Ja, je traint nog altijd. Je blijft er nog altijd in geloven dat hij nog een ploeg gaat vinden. Maar ja, het is natuurlijk al vrij laat. Hè. Ik hoop voor hem dat hij nog iets vindt. Maar eerlijk gezegd, als je dat lastig, 2 keer tegenkomt, zal het toch wel moeilijk zijn. Het is wel een goede maat ook. En zou hij dan ook bijvoorbeeld profkermiskoersen rijden? Of blijft hij gewoon fietsen voor plezier? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er nog niet echt over gehad, omdat hij toch iedere keer zegt, ik ben al wat bezig met ploegen, maar ik kan nooit echt iets concreets zeggen. Dus als hij geen ploeg niet meer vindt, denk ik dat hij toch wel eerder gaat stoppen, zeker. En hij in een fietswinkel zou met zijn broer en Victory ook. Trainingscenter. Dus, ja, trainingscenter. Dus ik denk wel dat hij
altijd wel werk gehad en daar in die twee zaken. Ja, en Alphonse was vroeger ook groot talent. Hè? Ja, ja, dat. Maar die was natuurlijk nooit geen prof geraakt. En je bent nooit geen prof geweest, basic. Hè. Nee, dat denk ik niet, maar in de jeugd, toch veel gewonnen. Ja, dat. Ja, bij de jeugd je was een jaar ouder dan ik. Ja, veel samenkoersen ook. En hoe lang wilt jij nog graag doorgaan, in Guillaume? Of... Ja, zolang dat gaat, wil ik eigenlijk... Ja, al is tot aan mijn 40, ga ik al vlug een koersen. Doet dat nog altijd graag. Lijkt van verder. Ja, ja, het. Maar ik zou toch wel graag wel nog een paar schone uitslagen kunnen rijden en grote klassiekers. Komende zondag. Voilà. Ja, komende zondag proberen. Heb je de conditie, dus... Ja, ja, de conditie is denk ik wel goed. Ja, dan moeten we een beetje chance hebben. En Roubaix zijn er ook geen Bern, dus... Nee. Ja, Roubaix is nog meer toch op je lijf geschreven dan de ronde of zo. Hè? Ja, dat is sowieso Roubaix. Niet voor Camions, hè, zeiden ze. Ja, dat. Maar ja, het is wel zo. Roubaix is echt wel een parcours die mij echt goed ligt. En... Dus je gaat wel echt met de grote moraal? Ja, dat wel. Maar ik weet nog niet echt wat ik ga uitsteken en beginnen meespringen of... Een grote groep die tot ver blijft. Maar ja, iedereen klapt van die grote groep. Maar ja, kunnen er ook maar 15 inzetten of zo. Ja, ja, of 20. Max. Ik heb er nog maar 2 van door klappen. Van Aarten, Van der Poel, maar al de rest gaat anticiperen en in de grote groep zitten. Heel het peloton al vooruit zijn en gaan er nog maar 2 achter. Maar het probleem is ook, ja, en Robijn, die ontsnapping bestaat soms wel uit een redelijk grote groep. Hè. En meestal blijft er wel een keer een van over en... kan dus gewoon een finale rijden. Maar inderdaad, in de top... Tom de Vriend. Als je de top 10 erop nagaat, zie je inderdaad af en toe echt like, een verrassende naam. Gelijk dan jullie, ja, like, Tom. Dat is nog een maat van je, Tom. Heyman, ja. Ja, Heyman is dat zo gewoon... Maar, en inderdaad, af en toe ook een winnaar. Van Summeren. Maar blijft wel licht uitzonderingen. Maar Van Summeren was niet in de ontsnapping. Was dat niet in ontsnapping? Tussen ontsnapping, denk ik. Die was wel al vroeg, hè. Ja, het zou kunnen dat hij eens weg erin is. Ik denk ergens de tussenontsnapping, gelijk dat we zeggen van Summeren. En ik denk Stuart O'Grady ook zo tussenontsnapping. Ja, maar uiteindelijk blijven... In Parijs-Roubaix sowieso meer aan de start staan met het gevoel ik kan hier winnen vandaag dan anderen aan de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat wel. Iedereen die niet zo goed bergop kan... Ja, vandaag Roubaix. Niet zo goed bergop ten opzichte van Pogacar. Ten opzichte van elkaar natuurlijk, inderdaad. Ten opzichte van Pogacar, Van der Poel en Van Aert. Dan wensen wij u een behouden vlucht, zoals ze zeggen. Ja, merci. En een mooie uitslag in Parijs-Roubaix. Ja, merci. En ook de gast we zijn. De doelen in het najaar? Ja, ik heb er eigenlijk nog niet echt aan gedacht. Ja, we zijn sowieso geen grote ronde bij de ploeg. Dus ik zal dan een keer dat er meer komt van eendagskoersen. Beetje op koprijn voor mij. Het zal meer die eendagskoersen zijn, die kleinere koersen die me goed liggen soms. Ja, like een Antwerp-Port of zoiets. Of een Benelux-tour. Ja, of een Benelux-tour, een rit daaruit kiezen of zoiets. Ja, meer zo'n ding. Voilà, dan wensen we superveel succes in de Roubaix en in het najaar. Oké. Okay. En de Luca een beetje in de haat nu. Ja, voilà, dat hij niet te veel stoot net hangt. Yo, merci. Ciao. Ciao. Mag hij niet meer stilvallen. Ho, ho, ho. Zarabedja gaat niet op de foto staan. Wat een machtsontplooiing. En Stibar is de pijper. En komt Van Avermaet nog terug. Komt Van Avermaet nog over Stibar. Komt Van Avermaet nog over. Van Avermaet, het moet. Het is Van Avermaet. Van Avermaet. Van Aert, is het aan het gebeuren? Komt Viviani of is het Van Aert of Viviani? Het is Van Aert die het haalt! Een Olympisch goud! Olympisch goud voor Dirk van Avermaet! Voilà! Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Tom Boonen op 1! Tom Boonen is wereldkampioen!